Jan van Boendalen was een Antwerpse stadssecretaris die in de eerste helft van de 14e eeuw een omvangrijk uiveren van veelal berijmde teksten schreef. Anders dan zijn beroemde voorgangers, zoals Jacob van Maarland, was hij niet rechtstreeks verbonden aan het Hof, maar schreef hij vooral vanuit een stedelijke context. Hij laat zo een nieuw geluid horen in de Middellandse literatuur. Hij schreef voornamelijk over de lokale en dus Brabantse geschiedenis, over goed gedrag. En over de inrichting van de maatschappij, wat we vandaag de dag dus non-fictie zouden noemen. In vergelijking met andere middeleeuwse schrijvers zijn we vrij goed ingelicht over zijn leven. De auteur stelt zichzelf voor in Jan's Testije, oftewel Jan's Getuigenis. Dat is een fictionele dialoog op Rijm, waarin Jan allerlei wijze lessen geeft aan een zekere Wouter. De tekst is geschreven aan het begin van de jaren 30 van de 14e eeuw. En opent met een trotse begroeting door de auteur. Alle diegenen die dit werk zien, lezen en de horen, die groet ik. Jan geheten klerk, van der vuren geboren. Boendalen heet men mij daar, en de wonen te Antwerpen nu, daar ik geschreven heb menig jaar der en brieven, dat zeg ik u. Of in vertaling. Al degenen die dit werk zien, lezen en horen, die groet ik. Jan, geheten Klerk, geboren in Tervuren, Boendalen noemt men me daar, en ik woon nu in Antwerpen, waar ik al vele jaren de brieven van de schepenen schrijf. Jan van Boendalen, of Jan de Klerk, zoals hij kennelijk in Antwerpen werd genoemd, is dus geboren in Tervuren, niet ver van Brussel, en zal naar de stad aan de Schelde zijn getrokken om daar voor het stadsbestuur te werken. De geciteerde openingsversen klinken niet toevallig als het begin van een middeleeuwse oorkonde, met vermelding van geadresseerde, een afzender en een begroeting. Boendalen presenteert zich hiermee als een ervaren, zelfbewuste ambtenaar. Uit archiefmateriaal weten we dat Jan van Boendalen, alias Jan de Klerk, minstens 30 jaar als ambtenaar heeft gewerkt voor de stad Antwerpen van 1313 tot 1343. Hij stelde er niet enkel de stedelijke oorkonden op. Maar vervulde ook juridische en politieke opdrachten. Bovendien beheerde hij de markthal waarin de lakenhandel plaatsvond. Over Boendales opleiding is dan weer weinig bekend. Uit het feit dat hij Latijn kende, blijkt in elk geval dat hij een gedegen schoolopleiding genoten heeft, waarschijnlijk in een religieuze context. In de eerste helft van de 14e eeuw was Antwerpen nog niet de machtige handelsstad die het in de 16e eeuw zou worden. Het was de derde stad van het hertogdom Brabant. Qua inwonersaantal en economische macht stond ze nog in de schaduw van Brussel en Leuven. In de rangorde kwam ze al wel voor andere Brabantse steden zoals Sertogenbos, Tienen, Nijvel en Zoutleeuw. De Antwerpse schepenen wilden hun invloed in het hertogdom graag vergroten door boendalen voor het eerst een kroniek van het hertogdom in het Nederlands te laten schrijven. Deze kroniek op rijm, de Brabantse Jeesten, oftewel Brabantse geschiedenissen is het eerste grote werk van Jan van Boendalen. Als ervaren stadssecretaris droeg hij een maatschappijvisie uit die was gebaseerd op een grondige lezing van vooral Latijnse bronnen. Hij schreef de tekst in 1316 voor de Antwerpse schepen Willem Bornekolven. Voor de Antwerpse stadsbestuurders kon zo'n chroniek nuttig zijn, omdat belangrijke beslissingen in het hertogdom vaak werden genomen op basis van precedenten uit het verleden. In de eerste versie van zijn kroniek was Boendalen vrij kritisch over de op dat moment amper 15-jarige hertog Jan III van Brabant. Hij uitte kritiek op diens huwelijk met een Franse prinses en benadrukte dat de hertog nog maar een kind was. Pas op zijn twintigste, in 1320, kon hij volgens Boendalen zelfstandig regeren. Tot dan zou hij moeten gehoorzamen aan de stedelijke voogdijraad, waarin ook de stad Antwerpen vertegenwoordigd was. In zijn latere werken opereerde Jan van Boendalen diplomatieker. Hij schreef die niet louter voor een publiek in de stad, maar zocht nadrukkelijk ook aansluiting bij de adellijke elite in het hertogdom, met name bij de hertog en diens raadgevers. Als stedelijk ambtenaar kwam Boendalen vanzelfsprekend met veel mensen in contact. Jan de Klerk van Antwerpen wordt zelfs vermeld in de Engelse hofrekeningen van 1339 tot 1342. In die periode kwam de Engelse koning Eduard III naar Antwerpen in de hoop om samen met de Duitse keizer Lodewijk de Beier te kunnen optrekken tegen de Franse koning Philips VI. Eduard III maakte immers aanspraak op de Franse kroon en ontketende zo de Honderdjarige Oorlog. Hij verwierf de steun van de Brabantse hertog en ook van de stad Antwerpen, die hun economische belangen in de lucratieve wolhandel met Engeland wilde veiligstellen. Boendalen en zijn collega's waren de Engelsen onder meer behulpzaam door de Franse vloot op de Schelde te bespioneren. Op nieuwjaarsdag 1340 kreeg Boendalen voor al zijn inspanningen een extra beloning van de Engelse koning. Later werd de Franse vloot door de Engelsen vernietigd. Over het verloop van deze eerste fase van de Honderdjarige Oorlog zou Jan van Boendalen nadien trouwens een aparte tekst schrijven van den derden Eduard, oftewel over Eduard de derde. Een deel van die tekst is gebaseerd op zijn eigen waarneming. Ook na het neerleggen van zijn taken als stadssecretaris in 1343 bleef Jan van Boendalen schrijven. De omvangrijke Dietse doctrinale voltooide hij in 1345. En in het Boek van de Wraken, een latere versie van de Brabantse Geesten, vinden we een verwijzing naar een zeeslag die op 5 juli 1351 werd uitgevochten. En dat gaat zo. Als men schreef Ons Heeren jaar 1300 en de daarnaar, 52, weet voorwaar dat? Zo kwam t Antwerpen in die stad, een mare ziet zeker das, dat in Zeeland gestreden was. En de ik mag u zeggen hoe, dat deze onminne kwam toe. Of in moderne Nederlands. In het jaar onze Heren 1351 bereikte Antwerpen een bericht dat er in Zeeland gestreden was. Ik zal u vertellen waardoor deze tweedracht veroorzaakt werd. Maar als hij ook dat heeft uitgelegd, wordt het stil. We vermoeden dat Boendalen kort daarna is overleden. Zijn werk bleef echter voortleven. Zijn teksten werden nog dikwijls gekopieerd en sommige werden nadien ook gedrukt. Een deel werd vertaald in het Duits en zijn rijmchroniek, de Brabantse Jeesten, werd in de 15e eeuw voorzien van een lang vervolg. Beide delen werden later overgezet in proza, waardoor de Brabantse Geesten het standaardwerk over de Brabantse geschiedenis zou blijven.